Ja, jongens, als ik jongens zeg, dan is dat onzijdig, hè? Ja, ik heb twee zonen, dus dan komt dat er zomaar in, hè? Ja, dit is eigenlijk de enige situatie waarin ik nog met boeren werk. Want ik heb een punt achter mijn landbouwcarrière gezet in 2016... Maar zoals een aantal van jullie waarschijnlijk wel kennen, als je passie ergens ligt, dan ben je niet pensioneerbaar. En zo voelt dat voor mij echt ook. En ik, ja, daar waar dus deze potentie ligt, daar zet ik me dus heel graag voor in. En verder woon ik een groot deel van het jaar in Frankrijk. Waar ik het ook niet kon laten, dus daar hebben we ook een cursusprogramma. En, maar dat is als het ware een stap verder dan het biologisch dynamische, dus nog meer naar de achtergronden. En hier voer ik jullie in een paar basisprincipes, maar ik beschouw het heel erg als we zijn hier vandaag met elkaar op weg. Het gaat erom dat jullie tevreden naar huis gaan. Dus ik ga natuurlijk een heleboel vertellen, natuurlijk. Maar als je ergens afhaakt en zegt van nou, ik ben hem echt helemaal kwijt, dan moet je echt inbreken. En als een van jullie inbreekt, met zo'n aantal zijn er zeker 4, 5 heel erg tevreden dat het nog een keer verteld wordt. Ja, dus daar moet je echt geen belemmering in hebben. En, mijn boek is dus, daar kun je een heleboel later nog weer in nalezen. En ook overal de kleine dingetjes die ik niet behandel en de grote dingen die ik niet behandel. Het geheel, zoals jij dat noemde, dat geheel, dat is het grote ding waarvoor ik eigenlijk sta. Ja, en ik sta hier, dat wil ik graag aan de voorkant zeggen, aan het begin zeggen. En dat had ik ook gezegd als Leen hier nu was. Het gaat mij niet om jullie over te halen een Demeter-licentie te halen. Maar het gaat me eigenlijk om jullie allemaal te stimuleren om die ontwikkeling, want een heel aantal van jullie hebben dat wel gemerkt, die overschakeling van gangbaar naar biologisch en op een gegeven moment wellicht biologisch dynamisch, dat is een ontwikkelingsweg die je van binnen gaat. En daarna natuurlijk ook van buiten, omdat je dat gewoon dan vanzelfsprekend vindt. Dat graag wil doen. Dus, en ik zeg wel eens, bedrijfsontwikkeling is eigenlijk synoniem met persoonlijke ontwikkeling. En wat we, zeg maar, voorbij de biologische landbouw, wat toch een hele individuele invulling is, want het systeem zelf neigt wel eens hier en daar naar heel verstandig gangbaar. En zo kun je dus individueel je bedrijf ontwikkelen. En op een gegeven moment, dat heb ik vaak gezien in al die jaren dat ik Demeter-cursussen mocht geven, van ja, dat ontstaat de vraag, ja, ik heb er geweldig veel lol aan gehad om het 5 of 10 of 15 jaar mijn bedrijf van gangbaar naar biologisch om te zetten. Maar ik ken en ik doe niemand, ik ben niet gekomen om mensen op hun tenen te trappen. Hè? Dus soms zeg ik wat loms misschien. Maar dat bedoel ik helemaal niet zo, maar wel voor de helderheid. Ja, ik heb het nu door hoe biologisch is, maar ik wil verder. En dan kom je nu qua systeem in de biologisch dynamische landbouw terecht. Maar ik hoop dat jullie vanavond naar huis gaan
of misschien dat al hebben, dat biologisch dynamisch nu een gestructureerd begrip is natuurlijk. Daar is leen voor. Maar het gaat er toch om de landbouw, om jullie mogen werken, om maar zo te zeggen, jullie mogen werken aan een landbouw van de toekomst. Dat is cruciaal. Ja, en nou, als ik in de afgelopen 40 jaar terugkijk wat er aan veranderingen allemaal plaats hebben gevonden in de landbouw, dan denk ik van nou, het zal mij ook nog wel lukken om 40 jaar vooruit te kijken. Hoop ik dan natuurlijk. Hè. En over 40 jaar dan acht ik de kans groot dat er hier en daar heras hekwerken rond bedrijven staan waar zeg maar bordjes ophangen, keep out. En dit is nog een historisch bedrijf zoals dat in de 70er, 80er jaren gangbaar gedaan werd. Gewoon als museumbedrijf, zeg maar. Dat is misschien optimistisch, die 40 jaar, maar de ontwikkelingen zijn razendsnel. En dat, even kijken, in de Volkskrant hebben jullie misschien gezegd, ons landbouwsysteem is verrot. Nou, dat is een artikel van Jan Overest, maar dat is de krant van gisteren. Dus dat is tamelijk actueel. He, want wij willen eigenlijk, zoals we hier zitten, willen we kijken hoe kunnen we onze energie inzetten zodat we die landbouw in een volgende fase kunnen krijgen. En daar lol aan hebben. Nou, en dat is bij boeren natuurlijk altijd zo dat dat... en even voor diegenen die mij dus niet kennen, ik ben op elk moment onderbreekbaar. Hè? Dat is ook een spelregel tussen ons. Voor vandaag. En voor de camera, het landbouwvertegenwoordiger, maar is het totaal compleet economisch systeem veropgebouwd. Ja, ook. Maar voor als we daarover gaan praten, nee, dan is de Demeter-cursus nog wat langer. Ja. Nee. Er is meer aan de hand dan alleen nog... Nee, zeker. Nee, helemaal. Helemaal. En daar hebben we ook last van. Zeker. Maar mijn programma, ik hoor net 5 minuten geleden dat het allemaal wat veranderd is. Dus dat geeft verder helemaal niet. Maar ik had me voorgesteld dat we eerst bezig zijn met de bodem. Dat is toch de basis. En om daar weer eens anders naar te kijken. En jullie hebben voor een groot deel allemaal bodem gestudeerd. In een middelbare of hogere landbouwschool setting. Dus een heleboel dingen hoef ik helemaal niet te vertellen. Maar ik heb toch vaak gemerkt bij dit soort cursussen dat het... het is misschien wel grappig om dat even te melden. Ik heb jaren gehad dat er, als ik dit verhaal nu met jullie ga doen... dat er een zekere bozigheid in de zaal was. Zo'n soort van... grom. En dat is toch... ik denk dan natuurlijk in eerste instantie... ik heb iets verkeerd gezegd of zo. Dus ik ben op een gegeven moment dat gaan vragen. Links en rechts. Van jongens, het voelt grommig. En wat is dat? Ja, dan was het verdorie. Dit verhaal, dat hadden we op school moeten hebben. Ja, en... en ik heb niks tegen datgene wat jullie op school geleerd hebben. En sterker nog, ik zeg vaak van koester het feitenmateriaal wat je op school geleerd hebt. Maar heb de innerlijke souplesse om naar de feiten eens op een andere manier te kijken. Want dan zie je wat anders. Ja, en dat ik zou willen voorstellen dat we daar mee beginnen. En in mijn koffertje heb ik dus ijskoude stenen nu, want die heeft een nacht in de auto gestaan. Maar ze vriezen niet meer, geloof ik.
Ik vond het leuk, Digny, dat jij eventjes zo bij je collega's... en dan hoor je dus toch een directe medewerker van je... die zegt van, nee, stenen, daar hebben we niks aan in de landbouw. Toch? En dan, nou, dat loste je leuk op. Maar, ja, dit is dus eigenlijk de basis van alle stenen... waar ook ter wereld. Iemand herkent het? Ga niet, heel goed. Ja, in het buitenland weten ze meer daarvan. Ga niet, hè? Goed, dit is gaan. Jullie kennen dit toch van de aanrechten en dergelijke? Of jullie kennen dit toch allemaal van de aanrechten? Sorry. En... dit is een kenmerkend stuk natuurlijk, omdat het altijd deze structuur heeft met die korreltjes er allemaal in, zogenaamd. De kleur is elke keer anders. Dit is de meest voorkomende kleur, maar het kan ook rood of groen zijn. En ik laat hem even rondgaan. Dat is de graniet. In het hele aardewordingsproces... Want wij zijn helemaal gefixeerd op 2019, besta ik dan nog, hoe moet ik dat dan doen? Dat is natuurlijk een mini-mini-tijd. Voor aardeontwikkeling gaat het om, weet ik veel, ongelofelijke dingen, tijdsspannen die je niet eens kunt voorstellen. Waarbij eigenlijk het af kunnen doen met heel veel. Ja, het heeft een lang proces geweest om de aarde te maken zoals we nu dat zijn. Het heeft ook verschillende fasen doorgemaakt. Van warmte naar verdichting tot iets vloeibaars uiteindelijk en uiteindelijk hard. Op het laatst zijn de harde stukken ontstaan. En pas nog weer later is het allemaal zo keihard geworden als het graniet. Maar al die wateren, die hebben natuurlijk ook hun inwerking gehad. En de luchten hebben ook allemaal hun inwerking gehad op die steen. En daar heeft zich een uit elkaar valproces voor gedaan. En daaruit zijn later, toen alles nog een beetje plastisch was, daaruit zijn andere gesteentes allemaal ontstaan. Dus... als je wil, ik zou bijna zeggen, als jullie willen scoren op je bedrijf en iemand van, ja, waar komt dit nou allemaal vandaan, deze zand, leem of klei, dan kan je ook zeggen, ja, het komt van het graniet. En het is nog waar ook. Ja, er zit een tijdspanne tussen natuurlijk, hè. Als je dat stuk graniet ergens, daar ligt het, ja. Ja, maar geef het maar eventjes hier. Heb je hem gehouden of hebben ze hem daar ook gezien? Oh ja, ja, nee, dat is leuk. Dan leg ik ga hier nu wat neerleggen. Ik ga een plaatje ontwikkelen, zeg maar, met stenen. Nou, meest in het oog zijn natuurlijk die zwarte puntjes. Die zijn zo kenmerk voor het graniet. En ik heb hier een belangrijke, hele grote zwarte punt. Als je goed kijkt met het zonlicht erbij, dan is dat ook groen. Heel erg donkergroen. Maar goed, dat doet het niet. We laten het doorgaan voor zwart. En de geologische naam, of de mineralogische naam, is hoornblende. Ik zeg dus een aantal dingen, dat is gewoon mededeling, hè? Dat is hoornblende, zo heet dat. En ik ben over dit thema heel enthousiast geraakt in mijn Wageningse periode. In mijn Wageningse periode deed ik mineralogie. En toen dacht ik van, oh, een mooi vak. Nou, daar had ik ook een heel hoog cijfer voor. Later, in mijn biologisch-dynamische werk, kwam ik dat eigenlijk op een andere manier tegen. En toen heb ik het verdiept.
ben ik er verder op gegaan, zeg maar. Meer de achtergronden van hoe zit het? Aan de ene kant weet je dan de chemische samenstelling. En aan de andere kant van, goh, hoe is dat dan ontstaan? Nou, dat is een leuk verhaal, maar dat is nu even te ver. Ja, en dan heb ik hier een mooi stukje. Je ziet hier nog zwarte takjes, bij wijze van spreken, doorheen. De zwarte aders doorheen lopen. Dat is hetzelfde materiaal als daar. En dat kun je daar ook al aan zien. Van die steen, die vlakjes, die hebben ook allemaal een soort van geaderdheid, allemaal een geribbeldheid, zeg maar, in dezelfde richting. Dat is kenmerkend voor dit gesteente. En dat doet hij dus als hij vrij beweegt in een andere steen. Dat wil zeggen toen ooit, hè, toen het allemaal plastisch was. Toen is dit dus hier ook gebeurd. Maar het gaat mij nu om die kenmerkende steen die dus in elk van jullie bodems ook zit. Alleen niet zo groot, maar heel klein. Nou, dat moet je goed realiseren. En met name deze, dit gedeelte van het graniet, dit gedeelte van je grond, is degene die aan de voedingsstoffen, zeg maar, aanlevert. Ja, dat is belangrijk. Weet iemand de naam van deze kunstenaar? Nee, nou, ja. Nee, ook een leuk begrip, maar het klopt niet. Dit is veldspaat. Maar zo dadelijk rehabiliteer ik je. Ja, dit is de veldspaat. De veldspaat is de grote kleur daar in de natuur. En dat heb ik hier bijvoorbeeld ook. Nou, dit soort dingen kennen jullie natuurlijk, hè? Dat is agaat. Maar eigenlijk is datgene wat hier gekleurd is allemaal, dat is veldspaat. Hè, veldspaatsoorten. Nou, ik weet niet of ik dat nou moet doorgeven. Dat, dit geloven jullie wel, geloof ik. Is voor het verhaal niet heel relevant. Dus de veldspaat is een belangrijk element. En de hoornblende net zo. En dan hebben we daarnaast nog deze. Dat is de kwarts. Ja, dus we zijn op een hele grove manier bezig. Hè? We zijn van het graniet, leggen we uit, elkaar in drie grote groepen. De graniet, de hoornblende, de veldspaat en de kwarts. En het kan goed zijn, dit voor degenen die dat leuk vinden. Mineralogisch praat je over een vervuiling. Een vervuiling van deze met fluor wordt dit. Het is dus ook gewoon kwarts. Hè? Ja. En citrien ook, en die is dan nog weer wat duurder, maar is ook gewoon kwarts. Ja, maar er zit dan heel fijn verdeeld natuurlijk cadmium in. Dus je hoeft niet gelijk op te verbieden of iets dergelijks. Ja, zo hebben we dus eigenlijk de basis. Nu ga ik dat hier zo een beetje neerleggen. Dus de hoornblende en de veldspaat die komt er wel aan. Die krijgt ook een plaatsje en de kwarts ook. En nadat zeg maar die grote splitsing heeft plaatsgevonden, die uit elkaar val processen van het graniet, het graniteuze, dat is ook nog een enorm proces geweest, dan gaat dit ook allemaal weer verweren. Dit gaat meer uit elkaar vallen. En eigenlijk is het wel een interessant leerstuk dat als iets dood gaat, eigenlijk is het heel triviaal, maar het is goed om het even op te hangen. Als iets dood gaat, dan valt het uit elkaar.
Ja, dat kunnen we elke dag herkennen. En als boer weet je dat natuurlijk als geen ander. Maar dat is eigenlijk ook met de aarde geweest. De aarde heeft een enorme achtergrond voordat hij dus dit uit elkaarvalproces inging. En dat gaat dan natuurlijk nog verder. En daar speelt het water een heel belangrijke rol. En de eerste die hier het begeeft, zou je kunnen zeggen, of enthousiast de wijde wereld ingaat, zo mag je het ook noemen, dat is de veldspaat. Die is mineralogisch ook de zachtste. Dus dat gebeurt bij jullie in de bodem ook. Hè? Als je een zandgrond hebt, wie zit er op zand? Ja? Kijk, dan lekker wat. Dat is gewoon ook heel erg leuk, hè? Om jouw zandgrond te nemen en ook met een loepje bijvoorbeeld, is die een zandkorrel. Dus dat is echt iets voor een zondagochtend of zo. Of een zondagmiddag of zo. Hè? Als je niks te doen hebt, dan neem je een beetje zand. En dan leg je dus de kleine mini-korreltjes. En dan vind je dus eigenlijk dit verhaal, maar dan in het heel klein. En de verschillende gronden, die allemaal een ander etiket hebben gekregen, gaan meer over die verhoudingen van wat er hieruit en wat er uit de veldspaat en wat er uit de kwarts is ontstaan. Daar krijg je de verschillende benamingen van. En als de veldspaat dus oplost, dan is dat belangrijk om je dat te realiseren. Dat doet ze ook met een volledige overgave. Ja, zij lost helemaal op. Of meer in jullie termen misschien, die gaat in ionvorm over. Nou, dat is prachtig en daarmee gaat het de zeeën in en de rivieren in en dergelijke. Maar als het dan ergens een situatie is dat, droog valt, om maar zo te zeggen, de zeeën of de meren droog vallen, dan kan het dus zijn dat dan de kalksteen ontstaat. Dus de veldspaat, die leg ik even hier neer, maar daaruit ontstaat dus de kalksteen. En kijk, vroeger had je nog wel eens schoolborden. En dan hoefde ik helemaal niet zenuwachtig te zijn of ik wel een krijtje bij me had. Want dan kon ik hier zo mee schrijven. Ja, maar dat is niet meer aan de orde. Maar de kalk, daar kan je dus wel. Ik zal hem rond laten gaan. Dan kan je je naam erin schrijven met je nagel. Ja, dus hij is heel open, heel kwetsbaar, om maar zo te zeggen. Doe maar. En nou ga ik hier een beetje sprookjesverhaal, want jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd nu in een post-HBO-verhaal van mij. Maar het spoort helemaal daarmee. Die Hornblende, die heeft zo gedacht van, nou, dat lijkt me ook wel geweldig. Dat de wijde wereld intrekken en zo in ionvorm eigenlijk je eigenheid verliezen. Maar dat laatste, dat vinden we niet leuk. De Hornblende, die vindt dat niet leuk. Dus datgene wat Hornblende is, lijkt het enig om de souplesse van het stromende water te hebben, dus daarin mee te gaan, maar ze willen ergens bij elkaar blijven. Dus een heelheid blijven. Dat is een goed, belangrijk begrip. En met dat bij elkaar blijven, daar bewegen ze elke keer gewoon mee, maar dan doet zich iets voor wat jullie allemaal uit het huishouden ook kent. Of vanaf het bedrijf natuurlijk, dat hangt vanaf of je een wat voor bedrijf je hebt. Maar de manier waarop dat bij elkaar blijft, dat
noemen we colloïdaal. Kent iemand dat begrip? Hè? Ja. Dit is een colloïdale oplossing. En colloïdaal betekent dus, het is een heelheid, hoewel het stroomt als water. Dat is zeg maar een mini-voorstelling daarvan. Maar, zoals het bij de melk ook is, als je hem niet genoeg verzorgt, om maar zo te zeggen, dan gaat hij schiften. Dat kennen we allemaal. En dan is er een waterdeel en er is een vast deel. En dat is in de bodem ooit eens. Toen waren mensen zoals wij dat zijn, die waren er nog helemaal niet. Maar dat ontstaat dan en dat wordt hier. Dit is zeg maar de. Het is leisteen, heel goed, heel goed. Het is de leisteen. Maar de leisteen is als het ware. Ik noem het wel eens de kwarkkant. De kwarkkant van de melk. Ja, dus dit ging colloïdaal in oplossing. En dan waren er hele geologische perioden dat het ongunstig was. En je kunt dit nalezen, maar dat niet iedereen leest meer. Nou ja. Maar. Dit is dus de vastwordende kant. Maar niet zo hard als een schoolbord of als een dak. Het is eerst ook veel plastischer geweest. En dat kun je in het buitenland nog leuk zien. Dat je daar hele bergen, vooral met B-wegen, bergwanden ziet eigenlijk. Waar dan de weg doorheen gegaan is. Vaak geholpen door een beekje. Maar daar kan je dan golfbewegingen in zien. En wij hebben meestal geleerd, ja, dat is tektoniek, dat zijn aardverschuivingen en dergelijke. Maar je kunt voor hetzelfde geld dat ook zien, en dat is eigenlijk veel, veel organischer, zien als een beweging. Die er destijds plaats heeft gevonden. En pas later is het zo hard als dit geworden. Dus dit is de leisteen. En de kwarts, die is keihard, hè. En als het graniet dit kwijt is, dan blijft de kwarts over. Maar de kwarts is heel hard. En nou zeg ik iets wat misschien vreemd is. Die heeft niks. Kwartskorreltjes hebben niks met elkaar. Heel weinig. Ja? En dat is ook, dus hoewel ze keihard zijn, hebben ze, omdat ze niks met elkaar hebben, zijn heel makkelijk bewerkbaar. Horen jullie het verschil? Of dat overkomt? Dus ook je zandkorreltjes die in jouw bodem zitten, die zijn keihard. Moet je heel veel kracht voor inzetten om die klein te krijgen. Dan spatten ze uit elkaar. Maar een hompje zand, als het droog is, valt zo uit elkaar. Waarom? Omdat ze niks met elkaar hebben. Ja, dat is eigenlijk de boodschap. En zoals dit is dan zandsteen. Er zijn hele periodes geweest in de aarde dat er zandsteen gemaakt werd. En die zandsteen, dat is leuk om te bewerken. Want al die zandkorreltjes zeggen, wil je niet bij elkaar blijven? Nee, dan ga ik er wel vandoor. Dus dat noemen beeldhouwers zachte steen. Ja, maar dat is dus verwarrend, laat ik het zo maar zeggen. Nou, dan gaan we even wat op het bord zetten. Dus we hebben het graniet.
En de hoornblende. En de veldspaat. En de kwarts. Kwarts. En in de geologie, die jullie zeg maar eventjes gehad hebben of hadden kunnen hebben, komt daarna dus de laag van de zogenaamde sedimentgesteente. He, datgene wat ik daar heb genoemd zijn eigenlijk sedimentgesteenten. En dan praten we dus over de kalksteen, de leisteen en de zandsteen. Ja, en jongens, dit is een wereldverhaal. Dus met dit verhaal kun je gewoon in je zak kun je naar Argentinië reizen en daar de bodemkundige uithangen. En je kan het naar de Himalaya gaan of naar Nepal. Leuk om mee te nemen, een klein schepje en een loepje. En dan heb je eigenlijk hier alle bodems van de hele wereld liggen hier eigenlijk onder. En natuurlijk is het zo dat je hier natuurlijk bij kunt zetten van ja, maar wat bedoel je dan precies? Nou, ik noem nu, hier zet ik even, ik noem het met opzet hieroglyphen. Calciumhydroxide of nog beter calcium CO3. Ja. En bij de zandsteen, daar praat ik over de silicium SiO4. Laten we dat zo maar doen. Ja? Dit zijn bekende dingen, daar hebben jullie natuurlijk nogal eens mee te maken. En dan is natuurlijk direct de vraag waar de leisteen staat. En tot nu toe in mijn verhaal hadden jullie geen moer uitgemaakt of ik de hoornblende daar had gezet, de kwarts daar of andersom. Had je niet uitgemaakt. Maar nu zul je de zin hierachter zien. Want de leisteen, als je die zou neerzetten zoals hier, dan kom je in deze buurt. Laat maar even doen, SiO4, AL. En dat is dan dus de echte mini-formule. Hè? Ik bedoel, je kunt hier op de wand, zou je hier bij wijze van spreken, als het dicht hier er niet was, dan had ik dat gewoon uitgeschreven, die hele formule van de leisteen. En dan was ik hier begonnen en dan was ik daar geëindigd. Hè? Maar ik hou het klein. AL, AOH. En dan CO3. Hier zie je dus aan, en dit is niet verzonnen door mij hoor, maar dit is een geologische afspraak, een mineralogische afspraak, dat dit één formule is die niet te scheiden is. Dus je kan niet hier bij dat puntje en bij dit puntje kan je niet de schaar erin zetten. En dan heb ik drie verschillende stukjes. Nee, het is één geheel. Maar ze zijn dus duidelijk onderscheidbaar. En daarin is het mooie dat je dan ziet van dat die aluminiumhydroxide. Het vermogen heeft om deze volstrekt verschillende zaken met elkaar te verbinden. Is dat herkenbaar? Begrijpen jullie het, bedoel ik? We komen er wel, denk ik. We komen er wel. Ja, nee, dit is een mededeling. Even een nerdvraag in de formule van leisteen. Komt u met een koolstof, is het geen calcium op het einde, CaO? Oh, sorry.
Ja, natuurlijk. C, oh, sorry. Ja. CaCO3. Ja, dus, ja, dankjewel. Scherp, hè? Ja. Ik dacht ook, klopt het wel, maar ik durf het niet te vragen. Ah, nee, zie je wel. Voordat je het weet, zijn er 4 die dat niet hadden gedurfd. Nou, ze hebben allemaal gelijk. Dit was calciumcarbonaat. Dat is dit begrip, maar hier aangeplakt. Oké. We zijn weer online. Goed. Ja, maar in de recente geschiedenis, en dan praten we in aardetermen over de afgelopen 100.000 jaar, sorry, is de kwarts verweerd, de zandsteen verweerd, de hoornblende verweerd, de leisteen verweerd, graniet is verweerd, alles is weer verder uit elkaar gevallen. En dan kom je tot de begrippen kiezel, siliciumoxide is eigenlijk kiezel. En hier hebben we natuurlijk de kalk. Ik schrijf het met name zo op. En hier tussenin, als dit is de basis voor de klei. Ja. En wat toch wel heel aardig is, dat je dus lokaal, ik noem Nederland lokaal, maar je kunt dus ook rustig dit meenemen naar ergens in Verwegistan. Daar zou je hier kunnen zetten, hier staat de arme zandgrond. De arme zandgrond. Zandgrond. Ik zet het met name zo, omdat het anders te smal is. Voor mijn part krijg je hier al gelijk het lemig zand. En jullie weten waarschijnlijk, lemig zand kan lekker gaan stuiven. En, of meegevoerd worden. En dan heb je dus, als het door de lucht is, dan noemen we het lus. En als het door het water is, wordt afgezet, is het leem. Maar eigenlijk is dit allemaal ophalen van vroeger. Nog een vraag. Wij zitten op de zandbalgronden. Dat zijn echt de fecundale gronden, zeg maar. Ja. Nou, daar is echt in het voorjaar, daar zijn natuurlijk bieten en aardappels, daar staat. Daar gaat het echt stuiven. Ja. Is het nou wat er al heel veel leem in zit nog? Of hoe interesseer je dat dan? Nee, ja, in Driebergen, toen ik daar les gaf, had ik een mooie kaart hangen met die 156 verschillende kleurtjes. De kaart van 1 op 200.000, jullie hebben hem misschien ooit gezien, dat is natuurlijk prachtig. En daar herken je je als boer nooit in, want jouw grond, jouw paar hectare, zelfs al zijn het 100, zijn toch net even anders. Ja, dus je kan na een leven lang werken, of al eerder, dan kan je gewoon van jouw bedrijf, hoe groot het ook is, toch een hele leuke, gevarieerde bodemkaart maken. En die, met heel veel kleurtjes. En die zitten dan daar weer in. Maar goed. Nee, je zit de veenkoloniale gronden hebben als oorsprong dat het natuurlijk ook dekzand is. Ja, en dekzand is dekzand omdat het door de wind meegevoerd is. Dat betekent dat het heel erg fijn is. En als het onbeschermd ligt, pakt de wind dat ook weer erg leuk op. En jij vindt het niet leuk natuurlijk, maar dat... Nou ja, het is... Mooi gezicht. Ja, je moet het niet buiten lopen, zeg maar, ongeveer. Ja. Heb je last van je ogen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar een geweldige agrarische uitdaging natuurlijk, hè? Ja, nee, goed. Dit met Michiel. dus dat is het lemig zand. En dan krijg je hier de zavel. De zavel.
En zou je kunnen zeggen de lichte klei. En voor mijn part de zware klei. Zware klei. En hier in de polder kennen jullie natuurlijk allemaal heel goed de kalkrijke jonge zeeklei. Nou, en dan moeten wij meestal naar het buitenland om de echte kalkgronden te zien. Ja. Zien jullie dat daar een samenhang in zit? Zo, op deze manier. En het dramatische is vaak dat op middelbare en hogere landbouwscholen, in ieder geval vroeger was dat zo, daar werden eigenlijk de verschillende grondsoorten in alfabetische volgorde behandeld. En wilde je hem, moest je hem zo ook uit je hoofd leren. Ja? Terwijl hier de samenhang in zit. Want de arme zandgronden. Jongens, wat karakteriseer nou eens een gewas wat jij goed kent, waar je wat mee hebt. Karakteriseer dat eens in zijn vorm op een arme zandgrond. En dan moet je dus even veden, wegwissen, datgene wat jij allemaal, of je buren, met mest bereikt hebben. Want dat is in dit verhaal een verontreinigend stuk. Want dan kan je van alles ervan maken, zeg maar. Hè? Maar wat is de intrinsieke kwaliteit, de eigen kwaliteit van een arm zandgrond? Dan kan je misschien beter zelfs naar het onkruid kijken. Dit was een vraag, hè? De raden draaien. Hè? De raden draaien. Dat zijn we zeker. Ja. Ja, je hoeft het niet te verzinnen, maar je moet je proberen te herinneren. Ja, maar wat als je op een arme zandgrond woont of kent en je gaat. Je gaat bijvoorbeeld de polder in. Wat is datgene wat je opvalt bij de gewassen die jij geteeld hebt? Dan ga je de polder in. In ons gebied is dat vanaf vezelhennep. Dat spul groeit bijzonder hard. En eigenlijk bijna tot geen bemesting nodig. Nee, leuk. Nee, dat is. Dat was vroeger bij jullie de boekweit, hè? Dus, ja. Het is een schort en, kort en schraal gewas. Ja. Zoals iemand die gewoon met weinig kleren door de tijd komt, dan denk je van nou, hoe houdt hij het uit? Ja. Ja, en als je dan eens op vakantie gaat op een lekkere kleigrond of een kalkgrond, je gaat naar het buitenland en dan zie je hetzelfde gewas. Ja, beelderig en wat groter. Ja, ja. En er is nog één kenmerk van, hè, dat is niet alleen de vlas, maar was destijds dus ook de boekweit. En veel gewassen hebben het nog steeds. Gewassen hier opgeteeld, agrarische gewassen, hebben een enorme neiging tot in de bloei gaan. Hè, in het zaad. Je ziet dat natuurlijk bij onkruiden ook heel sterk. Hè? Dus, en dan gaat het er eigenlijk even om dat je, ik bedoel, ik kan wel een leuk verhaal over melden gaan houden, maar daar worden jullie allemaal Spaans benauwd van natuurlijk. Dus dat doe ik nu even niet, maar je moet maar eens kijken dat het de gewassen die het goed doen toch ook allemaal iets hebben van er hoeft maar iets te gebeuren en ze gaan
bloeien. Dat doe je natuurlijk met vlas ook. Is belangrijk. En nou noem ik dat het bloeien, dus het proces van het groeien, dat komt echt tot een afronding. Dat noem ik kwaliteit. Kwaliteit. Dus als je als boer op een arme zandgrond zit, dan kan het zomaar zijn dat je heel trots bent. Ik heb bij wijze van spreken 1 ton geleverd. Ik heb 1 ton kunnen oogsten of 3 ton. Het hangt van het gewas af natuurlijk. Hè? En dat je dat, als je datzelfde gewas dan communiceert met iemand die op een kleigrond. Hij zegt, jongen, wat armoeig zeg. Ja, want ik doe minstens 5, 6. Ja, dat kan goed gebeuren. Dat vind ik al maatschappelijk lastig stuk, hè. Want die beide boeren, op de ene grond en op de andere grond, doen allemaal hun stinkende best en werken even hard. Maar de ene heeft maar 2 ton en de andere, bij wijze van spreken, 4 ton. Met dezelfde inspanning, als ik me zo mag zeggen. Maar ze krijgen per ton betaald. Nou, dat is een lastig stuk, zeg maar. Ik zou de zaak veel te mooi voorstellen als ik nou ja zei. Dus dat blijft zo, maar dat weet je, het prijsniveau zit een stuk hoger. Want je zegt kwaliteit van zand is beter, maar kwaliteit is bij mij bewaarbaarheid. De bewaarbaarheid van zandveen is slechter. Zand van de lichtgrond moet eerder weg dan zand van de, of been van de lichtgrond moet eerder weg dan been van de kleigrond. Maar dat heeft niet met kwaliteit te maken, zoals jij dat. Dit is, als ik met boeren werk, altijd een lastig stukje. Daar zet ik dan graag even de wekker voor. Hè. Daar gaan we de 5 minuten hier over hebben en dan gaat de wekker. Nee, ja, nee, zeker, want hier hangt in de ruimte. Dat is natuurlijk zo. Omdat je bij wijze van spreken, laat ik nou even die peen nemen. Hè. Hoeveel vind jij leuk om te oogsten? Ik heb liever een goede prijs. Maar dat kunnen we hier niet regelen. 60 ton per hectare. Op een arme zandgrond hier? Nee. Maar als je nou met een arme zandgrond collega praat en zegt van, oh ja, leuk, ik deel ook pijn. Oké. Oké. Nee, kijk, als ik op een arme zandgrond zit en mee wil doen, en dan maak ik er weer een raar verhaal van natuurlijk, dat ik eigenlijk chagrijnig ben dat ik op een arme zandgrond zit, want ik moet meedoen in de vaart der volkeren en ik moet er 60 ton van hebben, wat voor een kleiboer heel gewoon is, en ik doe dat, ja, dan trek ik die kop, die grond eigenlijk over de kop. En dan krijg je dus, en dit verhaal, we hebben het nu over de peen, maar dit verhaal is precies het aardappelverhaal ook. Hè? Aardappels van de zandgrond, die, dan moet je niet met tomaten gaan gooien, maar aardappels van de arme zand zijn in principe beter bewaarbaar dan vandaar. Ja? Maar omdat
we mee moeten in de vaart der volkeren van aardappelen produceren. Helemaal terecht. Jammer van de maatschappelijke kwaliteiten die om ons heen zijn. Maar dat moet op dit moment nog. Daarom gaat die kwaliteit van die aardappel achteruit. Voor alle kwaliteiten, versta je dan de voedingswaarde of de uiterlijk? Ja, het uiterlijk, de smaak en de houdbaarheid, dat zijn belangrijke items voor de kwaliteitsbeoordeling. Terwijl, heel overdreven gezegd, op een kalkrijke jonge zeeklei, jongens, je hoeft het maar in de grond te stoppen. Ja, je hoeft het maar in de grond te stoppen en het oogst uiteindelijk geweldig. Dus hier gaat het om, dit is een grond die makkelijk kwantiteit levert. Van zich uit, hè. En daarna komt het hele bemestingsvraagstuk. En daar kan ik het mee, zeg maar, deze verschillen kan ik daarmee retoucheren. Dus de kwaliteit. En ik hoop dat jullie heel goed horen dat in dit verhaal kwaliteit en kwantiteit symmetrische begrippen zijn. Dus hier is het niet, kwaliteit is beter. Dan zou ik de kleiboeren hier allemaal schofferen. En als ik zeg, ja, kwantiteit, het gaat allemaal om kwantiteit, dan praat ik eigenlijk over een maatschappelijk gebeuren. Maar... dus dit is gelijkwaardig. Dat is wat ik wil zeggen. Die begrippen. En ja, het is niet voor niks dat bodemkundig, en een aantal van jullie hebben dat ook geleerd, bodemkundig natuurlijk in de oude landbouwboekjes, daar stond dat zavel eigenlijk de mooiste grond van Nederland is. Maar ja, en dat was ook de duurste grond. Tegenwoordig is de economische waarde en de bereikbaarheid is veel meer bepalend voor de prijs van de hectares dan de grondkwaliteit. En eventjes tussendoor. Is dit te volgen? Je hoeft het er helemaal van mij vanavond niet mee eens te zijn. Ze hebben nou, ik ben nog zo'n cool verhaal gehoord. Maar dat is goed. Maar het gaat even dat we de avond, dat we de middag halen, zeg maar. Hè? Is dit te volgen? Zijn er ergens herinneringen van vroeger, van de schooltijd? Nou, bij ons ging bij vak bodem begon met de eerste hoofdstukken. Dat ging nog wel over de ijstijd en de sedimenten. Maar daar gingen we heel snel doorheen, want dan ging het al snel op cultuurtechniek en drainage. Ja. En toen was er een andere leraar die moest een keer invallen en die zei van, ja, hebben ze dat niet behandeld dan? En zei, nou ja, dat vond hij niet belangrijk. Maar dat was het leeftijdsverschil tussen die jonge leraar, daar van, nou, laten we maar gelijk met over cultuurtechniek beginnen. Ja. Want die ijstijden, daar kun je toch niet meer aan veranderen. Ja. Ja, 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 ja. Nou ja, goed. Dit verhaal. En je kunt je voorstellen dat dat de werkrichting van het bedrijf, jij met je bedrijf, hier op een arme zandgrond eigenlijk die kant op is. Ik bedoel daarmee, als je op een arme zandgrond zit, dan moet je alles uit de kast halen om die grond minder uit elkaar te laten vallen uiteindelijk toch een kist vol te oogsten. Ik praat even over op moestuinniveau. Daar moet je op inzetten. De kwaliteit blijft hetzelfde. Tenzij je er rare dingen in doet. Nou ja, rare dingen, nee, dimmen. Maar op dit bedrijf, ja, jongens, en dat is iets wat tegenwoordig ook natuurlijk speelt, hè. Wat ook speelt in een eventuele meer biologisch dynamische, of ja,
landbouw van de toekomst manier. Dat is dat je eigenlijk probeert kwantiteit en kwaliteit op elke grond zo goed mogelijk met elkaar te harmoniseren. En een van de belangrijke instrumenten die we in de landbouw hebben, dat is natuurlijk de humus. Na het jaar van de bodem hoef ik eigenlijk weinig meer over de humus te vertellen. De lofzangen die kun je overal nalezen over de humus. En ik heb het ook echt altijd prachtig gevonden dat volstrekt niet uit biologisch dynamische hoek het ik geloof het in 2012 was, een FAO-rapport, dus Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties, een FAO-rapport verschenen is dat het eigenlijk 11:58 is en dat de landbouw helemaal omgegooid moet worden, want er moet weer gewerkt worden aan het zwarte goud. En dan is dat dus niet de steenkool, maar dan is dat nu de humus. Dat is de vrucht van dat verhaal. Daar moet aan gewerkt worden. Ongelooflijk hoeveel hectares in termen van verstuiven verloren gaan per jaar. Hè? Maar als er gewerkt wordt aan humus, dan... nou, dat heeft hoge prioriteit. Dus daarom is dat... jaar van de bodem, wat een aantal van jullie natuurlijk meegemaakt hebben, of dingen bezocht hebben, dat is daar een gevolg van dat rapport. Humus, daar hebben wij in de BD ook een hoge pet van op. Ja, en het leuke is natuurlijk dat je met humusverzorging, met laat maar even zeggen, composteren van organisch materiaal, dat je daar niet de eigenheid van het arme zand over de kop trekt, ja? Dat je die als het ware, dat je die aardigheid van de arme zand. Ja, jongens. Eigenlijk moet je zeggen. Ik praat zelf altijd graag over bodem in termen van haar. Zij, die bodem, die moet stralen. Dat is belangrijk. En als ik. Eigenlijk chargeer vreselijk, niet voor jullie toepasbaar natuurlijk, maar als ik net nog een arme zandgrond heb kunnen kopen en doe alsof ik hier zit, om wat voor maatschappelijke reden ook, dan overrule ik eigenlijk de grond. Ja, dan had ik dus beter kunnen verhuizen naar een andere grond. Maar met humus, dan laat je de eigenheid van de grond overeind. En het leuke is dat je hier op de kleigronden ook met humus die grond in zijn eigenheid laat. En hem losser maakt. Jullie kennen al die rapporten van, ja, als je goed humus verzorgt, dan heb je minder pk's nodig om een hectare te ploegen. En ja, ik heb dat toen met een van de, het bestaat geloof ik niet meer, maar de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Die heeft hier destijds heeft de pauze uitgehangen. Die Rijksdienst IJsselmeerpolders die had toen ook al een cursus gedaan voor biologische landbouw. En daar hadden ze mij voor ingehuurd.
En nou, dat vond ik natuurlijk heel spannend. En die eerste golf van bioboeren, die heb ik allemaal in cursus gehad, zeg maar. Maar het leuke was dat, dat als je dus daar aan het begin kwam en keek wat voor grondstructuur was en ik kwam daar 5 jaar later, enorm verschil met gangbare collega's. Ja, de doorworteling was beter, de structuur was beter. Nou, ik vond dat heel indrukwekkend. Ergens weet je het wel dat het zo moet zijn, maar het is dan heel leuk om het te zien ook. Hè? En zo kun je dus bijvoorbeeld nog, als jullie als, ja, ik noem maar, ik weet niet, hoe lang ben jij hier nou bezig, Digni? 1990. Ja. Ja, 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 ja. Nee, maar dat is, dus ik zeg toch niet rare dingen nu, van als jij hier dus toch een 18 jaar, 28 ja, als je 28 jaar hier geteeld hebt met, op biologische manier, nou, dan is er heel veel veranderd. En dat gaan we natuurlijk ook zo dadelijk zien. En dan moet je dan ook vertellen hoe het met jouw pk's staat, bij wijze van spreken, en je doorworteling. Maar wat vooral leuk is, dat door de humus hier die enorme eenheid van die klei, die gaat geleidelijk aan een beetje losser worden. En daardoor kan er ook warmte inkomen in de bodem en lucht. Dus humus is de werking eigenlijk om het die kant op te krijgen. En omdat het vandaag toch aan de orde is, maar ik hou dat nog even terug, maar omdat het vandaag aan de orde komt, hebben we in de biologisch dynamische landbouw, naast de humus, hebben we dus nog een ander instrument. En dat zijn de zogenaamde spuitpreparaten. En die spuitpreparaten, die werken niet op het mineraal per se stoffelijk, weegbaar, meetbare, uiteindelijk wel, maar maar principieel werkt het op levensprocessen in de bodem en aan de planten. Dat is de aardigheid, en daar vertel ik dan ook wat over. Maar in de kwantiteit, daar krijg ik als het ware een optimaal gebruik van de, als ik het heel soft zeg, de kosmische kant. Iets minder soft is gewoon het zonlicht. Als ik het extra het zonlicht wil stimuleren en alles wat daarmee komt, dan is hier het zogenaamde kiezelpreparaat. Preparaat is een machtig interessant instrument. En als je op deze grond zit, dan is het heel belangrijk om dus die Dat volume, de kwantiteit erin te krijgen, zonder haar over de kop te trekken. En daarvoor is dus het koemestpreparaat. Het koemestpreparaat is eigenlijk een soort van levend kalkpreparaat. Huh? Maar kalk, dat kan je hier wel aan zien, een van de dingen die je dan altijd je kunt leren bij kalk, is dat die zuigend is. Heel erg zo. Hè? Dat werd vroeger gebruikt bij de, dat wordt niet meer gebruikt, maar dat, bij de Thomas Slakkemeel bijvoorbeeld. Hè? Daar, en bij de schuimaarde, misschien iets populairder. Ja? En de kalk, die trekt dus naar zich toe. Ja? En daarmee is die eigenlijk
Terwijl de kiezel dus niks voor zichzelf vraagt. Die gaat gewoon licht allemaal door, keihard, niks mee te maken. Ja, dat is haar ding. Maar de kalk die vraagt alles voor zich. Dus die geeft niks meer weg. En de koemest, op een bepaalde manier geprepareerd, waar we het later over zullen hebben, dat werkt eigenlijk als een koemest, als een kalkpreparaat. Dus die mogelijkheden, die hebben we. Ik ga nou heel, ga van kwaliteit naar humus. En dan ben ik, eerlijk gezegd, ben ik even weggezakt, want humus, dat, nou goed, dat is het idee dat ik er heel veel van weet, maar nou ben je al met preparaat aan de gang. En dat stapje ben ik een... Sorry, heel, heel goed, heel goed. Nee, hier staat natuurlijk overal... Nou, humus. Ja, dus de humus, dat is het. Humusverzorging is dé grote uitdaging. En niet alleen volgens het FAO-rapport, maar voor een landbouw van de toekomst zal het helemaal gaan om de humusverzorging. En nog eventjes. Ik weet niet, is dat. Zullen we even een zijpaadje maken over humus? Ik heb een vraag, want nou zitten we natuurlijk op het arme zand. Ja? Doen wij ons best om organische stof te verhogen en doen we alles. En dan zie je dus dat gewoon een bol prachtig kan groeien op een substraatje. Ja? En dan denk ik dat er geen bolkweker over gaat in bio, want het gaat toch hartstikke goed zo. Heb je er lol in? Ja. Is er iets in jouw systeem wat zegt van, oh, ik ga weer gewoon gangbaar, want dit wordt toch niet? Zeker niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen, als er iemand langs ons rijdt, dan ziet het er toch best wel anders uit. Zacht gezegd. Ja. Heel anders. Maar ik vind het ook bij de buren, ik denk, nou, dit is nou een woestijn, dit is wat iedereen wilt. Als het in de krant staat, dan weet ik wat die volgen, dat is woestijnland. Ja. Maar je haalt wel opbrengst en dat vind ik eigenlijk zo raar. Ja, en en dat zijn voor het grootste deel de grote exporteurs. Ja. Dus ja. Dus het is eigenlijk wel een beetje een raar systeem. Het is een raar systeem, daar zijn we het gauw over eens. Ja. Het is een raar systeem. En dan gaan onze bollen dus gewoon gangbaar in. Dan zeggen ze, het was het allermooiste van de zomer. Onze gangbare bollen waren 9 centen en de biobollen waren 8 centen. En ze zeggen, dan geven we gangbaar. Het waren dezelfde bollen. Ja. Ja. Ik ga dan. Even kijken, hoe red ik me hier nou uit, hè? Ja, wat zou kunnen in dat die dankbare die markt gewoon wat makkelijker meebewerkt met wat te doen? Ja, maar dat is wat hij ook noemt. Wij zitten, jullie zijn, als je het, nee, niet jullie, maar als je in de biologische, als je geraakt bent door de principes van hoe moet de landbouw er over 40, 50 jaar eruit zien, dan is een landbouw, als ik zo vrij mag zijn, van je gangbare collega's,
dat is een eindig verhaal. Dat is een eindig verhaal. En die zullen ongetwijfeld hele leuke, maar dan haal ik een ding wat ik al eerder gezegd heb, hier als hekwerk omgeven, teeltbedrijven hebben die. Hè? Maar dat er mensen bij jou het bedrijf komen en zeggen, goh, wat is dit mooi, wat is dit leuk allemaal, dit voelt goed. Ja, nou, dat, dat is waarvoor je het nu doet. Ik sta zelf een beetje op het standpunt van, jongens, het is zo belangrijk dat jouw liefde voor het werk, jouw inzet voor het werk, dat dat in de, naar de mensen toe gaan die dat ook echt willen. Maar dat is een maatschappelijk vraagstuk. Ja? Dus het, het systeem is verrot. Dat artikel. Oh, oh ja. Het systeem is verrot, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, maar dat is niet zomaar veranderd. En in de biolandbouw zijn daar allerlei processen die daar, zeg maar, dit allang wisten en nieuwe vormen gevonden hebben. En of dat nou, en er zijn heel veel vormen ontwikkeld, zeg maar, die buiten die gangbare kanalen gaan. En daar ben je dus, als je in de biologische dynamische landbouw stapt, daar ben je pionierend bezig. Dat moet je goed realiseren. Je bent pionierend bezig. En jouw pionierend bezig zijn is essentieel voor de ontwikkeling van de landbouw verder. Ja? Want dat zijn eigenlijk alle berichten over de landbouw wel. Dat zo kan het niet verder. Ja? Dus het is een mindshift. Om het even populair te zeggen, die plaats moet vinden. En een van de dingen is natuurlijk toch dat je, ja, er allerlei ontwikkelingen zijn om meer de klanten goed te kennen. Diegenen die van jou bollen kopen, normaal gesproken, die moeten dat zeggen, ja, maar die John, dat vind ik nou heel erg leuk. Die heeft biologische bollen en dat wil ik ondersteunen. Ik zie dat als toekomst en daar wil ik aan bijdragen. En dan betaal ik aan die kerel voor mijn part een dubbeltje. Beleving. Hè? Beleving overbrengen. Ja, beleving. En, maar het moet wel, het moet ook echt kwaliteit zijn natuurlijk. Dat die groter of kleiner zijn, dat is niet zo'n erg kwaliteitsitem in dit verband. Ja? Het gaat ook om de waarden, hè? Om de waarden, ja zeker. Een mooi voorbeeld was, het gaat om waarden, dat lijkt er niet op, maar dat ging bijvoorbeeld, toen ik met biologisch was, toen gebruikte ik, probeerde ik meer vast mest te gebruiken. En toen was een oude loonwerker, en toen zegt hij van, je gebruikt nou meer vaste mest, dan zei hij van, maar bij een droge zomer, dan houden die weiden de kop ervoor. Ja. En dat was iets van vitaliteit, hè? Ja. Hij noemt dat dan van, het groeit altijd, maar als er dus een keer crisis wordt, dan, hè, die oude weiden, bij een droge zomer, zei hij. Bij een droge zomer. Dan houden die weiden, die horen de kop ervoor, zei hij. En ja, dat was iets van, dus een soort gevoel van waarde, ja? Zo is het, ja. Van, ja, wat Sjoerd dan doet met biologen, daar snap ik helemaal niks van, maar gebruikt veel vaste mest. En bij een droge zomer, dan krijgt hij gelijk. Hè? Ja. Vader Kas zei toch al? Wat hè? Vader Kas. Hè? Oh, ja. Al is de mest geen eerlijkheid, hij doet wonderen daar waar het ligt. Ja, ja. Hij doet? Wonderen daar waar het ligt. Hè? Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, wat ik eigenlijk qua kwaliteit kreeg vorige week ook van Leen een boekje van Jan Bokhorst. Ja. Over de kwaliteit van de voeding. Ja. En die zegt ook, niemand is bij. Keihard, die zegt, jongen, biologisch is qua nitraat bijvoorbeeld helemaal niet beter dan gangbaar. Althans, het zijn biologische gronden die veel meer nitraat.
resultaat hebben dan gangbare groen. Hè? Dus dat is al niet meer een onderscheidend iets. En ik had het geval van gisteren met iemand met een verwerker over. Ik zei, en die traat, ja, wat u daarop op afgerekend had, dat is helemaal geen ding. Want het is ook de, wanneer oogst je met mijn donker weer of hè, dat soort dingen. Dus dat. Maar dan zou je dus een landbouw met een laag nitraat, een gangbare landbouw met puur kunstmest, kwalitatief hoger kunnen scoren dan een product van een brief op een momentopname voor nitraat. En dus dan kun je heel goed je best doen in bemesting en bouwplannen en rassen en dat soort dingen. Maar toch, als je puur gaat kijken naar een één onderdeel, dat is beenvoeding is heel heel. Ja. Het is niet zo zeg, dat je zegt, nou ja, biologische boeren hoeven niet meer te meten, want dat zit wel goed. Nee, maar dat heb ik niet gezegd ook hoor. Nee, maar toch, ik heb jarenlang aan de beenvoedingindustrie geleverd. En het bijzondere is dat de nitraatgehalte op één keer na eigenlijk altijd heel laag was. Ondanks het feit dat, want we hebben ook al zeg maar bodemmonsters genomen in het groeiseizoen van hoeveelheid mineralen stikstof die er in de bodem zat. En die waren soms heel hoog, waardoor ik me heel erg zorgde maken over het eindresultaat, zeg maar, bij bijvoorbeeld peen voor de babyvoeding. En bleek uiteindelijk helemaal geen enkel probleem te zijn. En die ene uitzondering, dat was toen het gewas een heel vroeg moment ziek werd. Iedereen kent het wel met peen, die kan in eind september een keer die alternaria krijgen. En toen had ik een afwijkend hoog gehalte aan nitraat. Al die andere jaren totaal geen enkel probleem. En dan ga je natuurlijk nadenken waarom werd het gewas ziek. Hè? Dus ja. De discussie niet allemaal tot in het uiterste te voeren, maar nee. Er waren andere aspecten. Laag aan de grond zag, om de hoeveelheid voeding of meststoffen of wat dan ook die zo'n gewas heeft. Als dat ingebed is in humus, om het maar heel bot te zeggen, dan leidt dat niet gauw tot een probleem. Nee. Nee, aan de andere kant is het zo dat er dus vanuit Oosterbeek, die hebben toch een hele andere, het grondonderzoek van Oosterbeek, hè, dat heeft een hele andere manier van kijken dan bijvoorbeeld Gaia van Jan Bokhorst helemaal aan de andere kant van het spectrum. En volgens Oosterbeek zijn er heel wat biologische bedrijven die eigenlijk niet kunnen functioneren vanwege de fosfaat die ze hebben. Dat is zo laag. Maar prachtige oogsten hebben. Ja, maar dat komt doordat er op een andere manier gewerkt wordt. Ja, en ik vind dat toch heel belangrijk. Kijk, hebben jullie nog puff voor een half uurtje? Ik vind het erg zonde om nu koffie te gaan drinken. En dan gaan we om 12. Het is 11:30. Ja? Gaan we nog even op door. Ik ga toch eventjes. Toch eventjes een humus. Ik heb hier heb ik heel sneaky het koemestpreparaat en het kiezelpreparaat geïntroduceerd. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Ja, maar nu ga ik heel sneaky ook de compostpreparaten even benoemen. Ja, want, nou ga ik een moestuinachtige composthoop opzetten. Ja, en dat is dan altijd de vraag van, hoe moeten we dat nou doen? Hè? Gooien we nou die organische materiaal allemaal op een hoop? Of zetten we die op? Wat voor zorgvuldigheid, wat voor liefde stop ik daar ook nog in? Is dat alleen maar, nou, mijn afval? Of
is dat de mogelijkheid om het zo goed mogelijk her te gebruiken. Dat is eigenlijk, de invalshoek. Hè. Het organisch materiaal wat ik over heb, wil ik een faire kans geven om helemaal weer, laat maar even zeggen, tot bloei te komen in het gewas. In de vruchtbaarheid van het gewas. En ja, dus ik hoef daar, jullie kennen dat allemaal natuurlijk, de stappen die een mesthoop of een composthoop doet, of ik het nu leuk vind of niet, maar dat is zo zijn eigen weg, dat daar, als die redelijk is opgezet, ontstaat er eerst broei. Dan gasuitwisseling. Dan verslijming. En uiteindelijk veraarding. Toen ik op Kruijbeekhoven net zat, dat maakten we natuurlijk ook composthopen. En liet ik de loonwerker komen om dat te verspreiden. En na een paar jaar, toen zei ik van, goh, wil je weer komen mest rijden, compost rijden? En toen hoorde ik aan de andere kant hem glimlachen. Zo van, wat heb je die weer? Ja. En later heb ik eens gevraagd, ja, waarom doe je daar zo besmuikt over? Want dat was een aardige kerel. Waarom doe je nou besmuikt daarover? Ja, zegt hij. Ja, en dan zeggen jullie van rij mest rond, maar ik heb het gevoel dat ik aarde rondrijd. Ja, je zou kunnen zeggen om je vingers weer af te lekken, zo'n mooie golf achter de mestverspreider, of achter de mestverspreider. En helemaal nergens bonken die het luchtruim kiezen. Nou, dat had met die veraarding te maken. En, dit maken jullie allemaal met mest ook mee. Maakt hier geen verschil uit. Dit proces is hetzelfde proces voor een compost als voor een mesthoop, hè? Eigenlijk weten we natuurlijk allemaal, dit kan uit de hand lopen. Ja, en voordat je het weet, wordt die veel te heet en ben je een hoop kwijt. Ja, en de gasuitwisseling, dat kan ook, als je hem niet goed opzet, niet in de juiste verhoudingen doet. Die gasuitwisseling, dat is de aanvoer van de, de zuurstof en de uitademing van de CO2. Dat even weer ophalen. Dat komt omdat het bacterieleven dat nodig heeft. En als je hem niet goed opgezet hebt, dan gaat hier ook een hoop NH3 ammoniak verdwijnt. En bij de verslijming, als die in die volgende fase komt, dan als die niet goed is opgezet, als er niet van het begin af aan op gelet is, dan zie je, en dat hebben jullie vaak gezien denk ik, bij een mesthoop, zo'n beekje wat eruit loopt. Ja, doodzonde natuurlijk, kalium en nitraat, die spoelen uit. Ja, en de veraarding, dat is uiteindelijk waar het om gaat. De veraarding levert de bijdrage aan de humusopbouw. Al die wormen die daarin zitten, uiteindelijk, dat weten jullie, die gaan allemaal binnen 24 uur dood. Dat zijn mestwormen. Maar het gaat eigenlijk, als we het hier over de humus hebben, hebben we het over die grote, lange, grijze, grijs-roze. Dat zijn de echte wormen waar het om gaat. En die maken de humus. En de lettercombinatie humus, die is
Dat vraagt eigenlijk, en nou ga ik er even vanuit dat dat heel ver weg is gezakt. Het is allemaal googlebaar, het is allemaal naleesbaar, maar het is zo belangrijk om je dat elke keer te realiseren, dat als wij het hier over humus hebben, hebben we het niet over organische stof. Want organische stof, dat is als het ware hetzelfde als iemand, ik zeg het tegen het plafond, als iemand tegen zegt, goh, vertel nou eens wat over je vrouw. En je komt niet verder dan, ze is blond. Pff. Toch? Dat is eigenlijk gênant. Voor die vrouw is dat redelijk gênant. Hoe mooi ze er misschien ook uitziet, hè? Ja, heel mooi. Maar goed. Humus gedraagt zich ook als een zij. Dus die vindt organische stof absoluut een min-kukel begrip. Maar eventjes ophalen, wat valt hieronder? En dat is de eerste, dat is de disperse humus. Zo heet het. Internationaal, hè? Dat is ook in de Angelsaksische literatuur heet dat zo. Disperse humus. En de disperse humus is eigenlijk datgene wat van organisch materiaal, als daar regen opvalt, wat die regen meeneemt naar beneden. Hè, dat spoelt het bij wijze van spreken uit. En dat wordt in de bodem makkelijk tot waar je als boer helemaal Spaans benauwd van wordt, een schoensmeerachtige laag. Het kan goed zijn dat jij daar in de buurt mee te maken hebt. Is dat zo? Nee, dat valt mee. Dat valt mee. Het is die grote type is waarvan het Nederland droog weer is, dan kan er alles. En als het een tijdje nat is, dan is het afmoes. Ja. Maar het is wel verderop, zeg maar, dat is weer de kant van Ontwerpen, dat is iets groeiender. Daar heb je echt de leemgrond, zeg maar. Dat is dan wat van twee plak, zeg maar. Ja, dus, ja. Maar het is echt een schoensmeerachtige laag. Dat is dus de humus die naar beneden zakt en niet grijpt. Niet aan de korrels komt. En die blijft dan door een zogenaamd storende laag of iets dergelijks, of een verfijndere korrelgrootte, blijft die daar dan hangen. En dan, De oela bedoelde meer, zeg maar. De bruine zand, zeg maar. Bijvoorbeeld. En die overgang, daar blijft dat dan liggen. Daar gaat er bovenop zitten. Ja. Ja, klopt. Die zit er wel in. Dus echt die, Maar dat is dus de disperse humus. En de tweede vorm, dat is degene waar wij meestal over praten, ook in de biolandbouw. Dat is de, officieel heet het de mulhumus. Dit wordt ook wel voedingshumus genoemd. De mulhumus die moet door... die wordt door bacteriën en torretjes en dergelijke afgebroken. Daar wordt het organisch materiaal door torretjes en bacteriën afgebroken. Dus klein gemaakt. Maar de humus waar wij naar streven, laat ik er maar een proces in brengen. Waar wij naar streven, dat is de stabiele humus. Maar de stabiele humus, dat is per definitie, dat is internationaal afgesproken. Dit heet overigens... wacht even. Ik maak een fout. Even wissen. Dit is modair humus. Ja? Modair humus. Dat is het begrip.
En een aantal van jullie kennen dat van Moder potzolen. Ooit van gehoord? En dit is de mulhumus. Maar de mulhumus, die is per definitie eerst door die grote regenworm gegaan. Ja? Dus het uitscheidingsproduct van die grote regenworm, dat is de mulhumus. En daar praten we over in de biologische dynamische landbouw als zijnde, laat maar even zeggen, het ideaal om daaraan te werken. En daarom gebruiken we ook de compost en de mest. Ik zeg sommige dingen, maar voor de zekerheid, daar gaat het niet om de per se om de hoogste gehaltes, maar om het omvormingsproces. Het moet eigenlijk dit proces helemaal doorlopen hebben. En we zullen ook merken dat we, als we het over producten hebben, dat we een beetje moeten ontspannen ten aanzien van de chemische samenstelling. Ja, want ja, je bent zoveel liter water en er zit zoveel ijzer in, ongeveer zo'n spijker. En dat zit er allemaal in. Maar en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar jou kennen, dat is gewoon een ander verhaal. Maar goed. Even om het te specificeren. Als we nou dat drijfmest, waar vroeger dan denk ik drijfmest, nou, hè, dat zijn gehaltes. Als we dat hier nou naast zetten, ja, dat lijkt me nou naar een karikatuur, maar om dat te begrijpen van waarom klopt drijfmest dan niet ten opzichte van dit? Waarom klopt het niet? Nou nee, maar kijk, want je hebt met drijfmest heb je sowieso niet die ontwikkeling van die. Nee. Dus een drijfmest, dan denken we heel vaak in gehaltes. Hè? Ja, en, oké. En volgens mij bouw je ook niks op. Maar wat is nou fundamenteel dan het verschil met de drijfmest, waarom het niet loopt zoals als je het graag zou willen? Waar gaat het dan fysisch fout? Kijk, dit vind ik nou leuk, hè? Ik begrijp, we gaan gewoon lekker door. Tot 12 uur over de bodem. Maar dit is het uitgangspunt, het organisch materiaal. Ja. Ja? En dat gaat, of je het nou leuk vindt of niet, gaat twee kanten aan langs. De zogenaamde anaerobe en de aerobe. Dat is een moeilijk woord voor met zuurstof of zonder zuurstof. En drijfmest zit helemaal hierin. En hier staat ook in, niet alleen de drijfmest, maar hier staat eigenlijk ook alles wat veenachtig is. Veengronden en zo. Die gaan ook die kant op. Zijn anaeroop, zijn onder water. En je organisch materiaal op het bedrijf, dat gaat deze kant op. En dat levert dus de drijfmest op. En dan kan je wel allerlei leuke trucken verzinnen om de drijfmest een beetje op te leuken. Maar de grote klap is dat het in wezen anaeroop is. Dus daarom hebben we een hele tijd gehad, en ik weet niet of dat nog gedaan wordt in de biolandbouw en ook in de BD hoor. Dat er met stro zeg maar bakken gemaakt werden waar dan de drijfmest in verdween. En dan werd er gemengd, et cetera. En ik heb daar ook altijd het volste begrip voor gehad, dat als je zeg maar als jonge boer lekker geïnvesteerd hebt in een drijfmeststal, en op de een of andere manier zie je dan later van ja, maar ik kan beter bio gaan doen. Dat je niet als bio of BD organisatie zegt ja, moet je eerst ombouwen naar een andere stal. Maar dan is die weer zoveel miljoenen verder of tonnen verder. Dus daar moet je heel
heel individueel, heel coulant in zijn. En dit is de weg. Dus aan deze kant, als ik nou gewoon even wat cru zeg, ontstaan wel allemaal organische stofverhogingen. Heus, wel. Maar iets van moder of mulhumus gaat niet ontstaan. Ja? Dus eigenlijk, en ik hoop dat jullie daar tegenkomen, eigenlijk is drijfmest een soort van organische kunstmest. Ja? Maar hier is het een aerobe vertering. Dus hier krijg je dus het hele, dit hele proces, wat moet plaatsvinden om een goede veraarding te krijgen, zodat de mulhumus, de regenworm, wij zijn dienstverlenend aan de regenworm. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dit hele proces, dat is een aerob proces. Vandaar die gasuitwisseling, verslijming en veraarding. Dat is een heel belangrijk. En jullie mogen niet nu hier weggaan van, ja, luister eens, maar ik heb een hele drijfmeststal, dus ik kom niet in aanmerking. Ja, nee. Maar met zo'n beeld kan je op proces gaan met je bedrijf. Kijken wat er wel mogelijk is. En er zijn bedrijven die hebben hele beluchtingssystemen gemaakt in hun drijfmestkelder. Dat is eigenlijk om deze fase toch door te maken. En er zijn ook heel veel bedrijven die dus dit verdere richtinggevend en, laat maar even zeggen, minder schadelijk voor de bodem maken, door op een bepaalde manier met de compostpreparaten daar balletjes met klei van te maken en daar dan in te werken. En die doen hun werk daar ook. Dus de kwaliteit is wel verbeterbaar. Maar het wordt nooit een, zeg maar, een humus. Die locatie, daar valt die dan onder? De? Locatie. Die valt eigenlijk, die anaerobe dan natuurlijk. Die, ja. Ja, ja, zeker. Ja, jongens, er zijn verkopers die natuurlijk graag verkopen. Die zijn er veel. En waarom vind ik dit persoonlijk, dit verhaal ook zo belangrijk? Dat je, als je dit verhaal begrepen hebt, dan kun je eigenlijk zeggen van, als ik een gesteente meel neem, dan zit daar dus eigenlijk alles in, hè? Alle natuurlijke mineralen zitten erin. Dus ook in jouw bodem zitten al die stoffen die jij daar nodig hebt. Alleen ze moeten vrijgemaakt worden. Ze moeten vrijgemaakt worden. En dat doet het bodemleven. Dat vrijmaken. En dat is waarom veel reguliere meetinstrumenten of metingen tot een ander resultaat leiden dan organisaties die echt met organische en met bodemleven werken. Vinden jullie het leuk om nog eventjes dat terug te halen? Maar ik laat me direct corrigeren als jullie zeggen, ja, maar dat is te gedetailleerd. U opende zo net even het woordje gesteentemeel. Is dat nu uit een boze of? Nee. Het gesteentemeel, whatever, dat zit hierin. Daarin zitten altijd sporenelementen. Maar als ik in de fabriek gesteentemeel als uitgangspunt neem en ik haal daar, weet ik veel, selectief een element in, of dat nou een sporenelement is of een ander element, doet er niet toe. Ja, dan ga ik in een eenzijdigheid en dan ben ik dus eigenlijk, dan ben ik dus eigenlijk iets wat van nature holistisch is.
om het even zo te noemen, ben ik eigenlijk uit elkaar aan het spatten. Is dat een beetje te volgen? Ja? En... Nou, Giel, zoals je dus... Ik heb even van John ook, ik kan die Sjaal ook wel, maar... de vakantie, dat is natuurlijk een erfentrainer die met veel contingent die verkoopt had. Maar dat heeft dus met zijn mail ook. En dat wordt ook verkocht door iemand. Dus, maar dan even terug naar Bokashi, dat is natuurlijk wel, je zegt het is anaerob, maar het is dus wel een soort conserverende organisch stofbehandeling. En als je dat uitgaat over je velden, dan komt er zuurstof erbij en dan gaat het bodemleven aan de gang. Dus een product als Bokashi niet te kort door te zeggen, ja goed, dat is gewoon, ik ben een Theo Mulder. Ja. Een leukere man bestaat niet. Nee, bestaat niet. Nee. Dus, is dat bepaald? Dat vind ik heel belangrijk. Voor een verkoper zeker. Ja, en als je dan al 20 jaar mee bezig bent, dan zeg ik, joh, nou, dan heb je wel een ding waar je iets mee mag noemen. Ja. Bokashi heeft natuurlijk heel veel voordelen die je met mestomzetting, mestomzetting krijgt dus heel veel water die eruit loopt en het is natuurlijk een vrij intensief proces, waar heel veel mis kan gaan. En Bokashi is gewoon iets, verteren vanuit een zuurkool principe zeg maar, er kan eigenlijk niks misgaan. Zeg ik nou heel rijke gekke dingen? Nou, mijn zuurkool, dat zegt me wel wat, ja. Dus, maar ik neem het toch eventjes op en ik beweeg het de andere kant op. Hier kan dus heel veel fout gaan. En dan is natuurlijk ook de vraag, en dat heb ik met ammoniak en dergelijke, heb ik dat al proberen aan te geven. Hier kan heel op alle fasen kan hier iets fout gaan. Even voor de gein. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal die groene compostdoeken. Ja. Tot de meeste van jullie. En die zijn eigenlijk niet nodig. Die zijn niet functioneel in deze fases. Maar als de composthoop in een fase is dat die verslijmt. Ja, dan moet je oppassen. Want dan kan het de regen zijn die hem uitspoelt. He, dus als je, zeg maar, just to know, he, dat het eigenlijk pas hier aan de orde is. Maar in de biologisch dynamische landbouw, daar kijken we dus tegen zo'n hoop aan, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan, dat juist door die warmte, die eigen warmte van de hoop, word je uitgenodigd om daar ook eens anders naar te kijken. Dat is eigenlijk een levend organisme wat door ons in elkaar gezet wordt. Ja? Als je er nou zo eens naar kijkt. Want we willen uiteindelijk er een levende bodem van maken. Ja? Dus dat is het doel. En dan wil ik dit organisch materiaal niet nog verder, je zou kunnen zeggen, alleen maar af laten breken, maar ik wil het levend houden. En dat betekent dat die warmte een belangrijke rol speelt. Want de meeste van jullie zullen wel ervaring hebben, als de broei niet ontstaat, dan is het eigenlijk allemaal trekken aan een dood paard. Ja? En dan verval je dus tot een chemische samenstelling, wat je dan uitrijdt. Even cru te zeggen. De broei. En daarna de gasuitwisseling en de verslijming en de veraarding. En het middel om dit proces, zeg maar, harmonisch die kant op te laten gaan, elke keer met de geëigende stappen, daarvoor zijn dus de compostpreparaten. Waarover later meer. Hè? Want dat gaan we dan vanmiddag doen. Vanmiddag ga ik... Klopt.
Ja, kijk, bij de, ik weet niet hoe ze tegenwoordig heet, maar vroeger had je de VAM in Wijster. Ja, en daar gingen treinen met afval gingen daarheen. Maar die lui in Wijster, die waren nergens geïnteresseerd in dat organisch materiaal zo goed mogelijk te verteren. Daar waren ze niet in geïnteresseerd. Ze waren erin geïnteresseerd en daarom is er die installatie daar gemaakt om van die enorme bult zo gauw mogelijk een klein beetje te maken. En dat was de doelstelling. Maar die doelstelling hebben wij niet. Wij hebben de doelstelling om datgene wat aan organisch materiaal is, zo te laten gebeuren dat het een positieve werking heeft en zoveel mogelijk positieve werking heeft op de eigenheid van de huid van de aarde, op de bodem. En nou, ben ik even. Jij bracht me eventjes op een ander punt. Wat, Ja, over die compost die je koopt. Ja, die compost die je koopt. Jongens, en ik zeg het tegen het plafond, want ik heb er alle begrip voor dat je niet in één keer hier vandaan je eigen mest en je eigen compost gaat maken als dat niet zo was. Dat begrijp ik heel goed. Dan moet je langzaam in je bedrijf incorporeren. Maar ergens is het een, laat maar zeggen, is het een, eigenlijk is het een zwaktebod als ik de mest van elders laat halen, ga halen. Eigenlijk is het ideaalbeeld, ik maak mijn eigen mest, mijn eigen compost, ja, en daar tel ik het op. Of, zoals in de biolandbouw, of in de BD-landbouw zeker, is, je kan structurele afspraken maken met een andere boer. Hè? Als jij het helemaal in je systeem hebt, je hebt als babytje tussen de akkerbouwgewassen van pa doorgekropen en je bent, akkerbouw, dat is het gewoon helemaal, want dat hing om jou heen in jouw hele opvoeding en dus ga ik naar de middelbare of hogere landbouwschool en ik word akkerbouwer, punt. Ja? Dan moet je niet de leidensweg gaan dat je vee moet gaan houden. Ja, dat wordt vaak niks dan. En dat is heel zielig voor de dieren. Als je ergens passie hebt en liefde voor die dieren, dan kan je dat best eens met een paar proberen, bij wijze van spreken. Het hoeft niks op te leveren, maar dat is leuk om erbij te hebben. En op een gegeven moment, wie weet. Nou, kijk, nee. Nee, laat ik er gewoon even kort door de bocht. Nee. Want natuurlijk kan ik ook ja zeggen, maar dat helpt niet. Waar het eigenlijk om gaat is om de gewassen zo vitaal en levend mogelijk te maken. Dat is een doel. En daar wil ik graag vanmiddag nog wat over praten. Zo levend mogelijk. Maar als ik een dode grond heb, dus van alleen maar mineralen, dan heeft die plant heel veel energie nodig om dat dode mineraal
tot een levende substantie te maken. En dat is geen vaag verhaal, want daar gaan jullie allemaal voor levend materiaal. Maar al dat levend materiaal is niet een of andere wonderbaarlijke compositie van mineralen. Heeft een plant mineralen? Jazeker. Ja, natuurlijk. Maar dat hebben de stenen ook. Maar het is, ja, ergens vroeg of laat, als je deze richting opgaat en ook naar de landbouw van de toekomst kijkt. Wij hebben zoveel kennis van het minerale, stoffelijk, chemische, om maar zo te zeggen. Dat is geweldig. Tot in details toe. Dat is, daar kan je ook in dat hele scala, kan je Genter en dergelijke ook allemaal bijnemen. Ja, dat is ongelooflijk. Maar als je nou naar de plantenwereld gaat kijken, jullie aardappelen, jullie voederbieten of granen gaat kijken, en dan kijkt, leert te zien, leert te denken, ja, wat onderscheidt de levende plant nou van dat mineraal? Van die stenenwereld. Ja? En dan kom je al heel gauw, ja, maar een plant is één en al proces. Maar proces, dat is altijd iets van energie die er doorheen gaat. Dus het gaat eigenlijk om een energielandbouw. Om maar zo te zeggen. En die energielandbouw, daar spelen ook die preparaten een belangrijke rol in. Je zou kunnen zeggen, zoals we met de kunstmestzak ultiem het mineralen verzorgen, zo verzorgen we met de preparaten ultiem het levensniveau. Ja, dat wil ik graag zo even wat bot en wat recht toerecht aan misschien zo zeggen. En in de gesteentemelen, makkelijk in wateroplosbare meststoffen, kunstmesten, maar drijfmest natuurlijk ook, die kunnen zo opgenomen worden, min of meer zo opgenomen worden door de plant. Maar gesteentemeel niet. Maar gesteentemeel moet door de activiteit van de bodem, door het bodemleven, laten we zeggen, ontsloten worden. Ja? En de regenworm, die bouwt dus, die regenworm waar ik het over gehad heb, die bouwt daar dus stabiele humus van. Die bouwt dat die verbindt in zijn lange darm, daar verbindt hij het mineralen en het organisch materiaal op een heel eigen wijze. En schimmels, bacteriën, aaltjes en dergelijke staan allemaal in de stroom van het afbreken. Maar de regenworm, waar ik het over heb, die draait eigenlijk het proces om. Die zorgt voor opbouw. Ja? En dat is een opbouw richting het leven. Humus, ik studeerde in Wageningen, ik was in mijn laatste jaren, het was een grote opwinding op de afdeling bodemkunde. Want men had ontdekt dat humus een eiwitachtige verbinding was. Een eiwitachtige verbinding. En ik ben de leeftijd voorbij dat ik nu teleurgesteld ben en dat jullie gewoon zitten te luisteren. Maar eigenlijk vind ik dat jullie dus moeten opspringen en dansen. Yes, het is een eiwitachtige verbinding, humus. Ja, want eiwitten, die kennen we niet alleen als chemische samenstelling, maar we kennen eiwitten zijn altijd stabiel als het in een levend organisme is. Zodra het leven wijkt, als zelfstandige kracht, dan worden de zwavelbruggen opgeheven, om het even chemisch uit te leggen, en dan begint het te stinken en zo, en dan valt het uit elkaar. Dan gaat het dus richting mineraal.
Ja, maar het eiwit zelf, dat is altijd draagster, dat moet je zo zeggen, draagster of de uiting, dat het een stabiel eiwit is, doordat het leeft. Nou, en vandaar dat ik in mijn nadagen in Wageningen het geweldig vond dat dus humus, stabiele humus, niet moderhumus, maar stabiele humus, ontdekt was dat dat een eiwit is, een levend, stabiel eiwit. Dat is heel raar, blijft 4 jaar lang, 4, 5 jaar lang blijft het stabiel in de bodem. Ja, dat is dus de bijdrage van het eigen leven van de bouwvoor. Is dat begrijpelijk? He? Dus de stabiele humus kan zo lang stabiel zijn, omdat hij daarmee eigenlijk het leven, de levenskwaliteit aan de bodem geeft. En ik ga dat toch nog even, nou, even doorzeuren. Dus twee dingen. Kan dat nog? Even kijken. Nee, ze komen zo binnen. Nou, de ene is, waar ga ik vanmiddag over praten? Dit is een dwarsdoorsnede van een regenworm. En daar gebeuren bepaalde dingen. En dat wordt dan heel duidelijk dat datgene wat daar uitgescheiden wordt, dus de mulhumus is. Mulhumus. Maar, afsluitend nu, hier komt een plantenworteltje aan. Die heeft, zoals jullie dat vroeger geleerd hebben, die heeft een wortelmutsje. En die het niet geleerd hebben, dit is een mededeling. Ja, we hebben een wortelmutsje. En hier heb ik een bodemkorrel. Het ziet er nu uit als kiezel, maar het mag ook veldspaat zijn. Dat maakt niet uit. En om elke bodemkorrel, daar zit een laagje vocht, water. Ja, dat is niet in verhouding, maar dat zit daar ook. Ook wat je noemt een droge bodem, die heeft dat. Ja, behalve natuurlijk als die gaat stuiven. Maar goed. En nou komt dit wortelmutsje, dat is een slijmig gebeuren, dat komt dus hier, dat groeit allemaal lekker die kant op. Dus die komt hier, in dit stuk. En dan komt even iets waar jullie vroeger een beurse plek van gekregen hebben bij de chemielessen. Als je een stof A hebt en die los je op, dan wordt het A-accent. Dat is heel abstract dit nu, hè. Maar tegelijkertijd, als je dus een bakkie hebt met, dan houdt dit proces op een gegeven moment op. Want daarna wordt het een dynamisch evenwicht. Dat is een ander dynamisch dan biologisch dynamisch. Maar dan wordt het een zogenaamd evenwichtssituatie. En de grote les die we kunnen leren is dat als ik dus dit afvoer, bijvoorbeeld de plant in, dan moet deze naleveren. Maar als ik dit toevoeg, ik zou even een ander kleurtje moeten gebruiken nu, als ik die toevoeg met kunstmest, bijvoorbeeld, hè, makkelijk in water oplosbare kunstmest, als ik die toevoeg, dan voor het evenwicht slaat dit dus neer. En een heel aantal van, nou laat ik maar veilig zeggen, jullie vaders, die hebben dit meegemaakt. Toen er de kunstmest, zeg maar in de 60, 70 jaren aankwam zetten, toen merkten ze al gauw van ja, ik heb nu bij wijze van spreken 500 kilo nodig, maar om dezelfde opbrengst te halen heb ik het volgend jaar 550 nodig.
Ja? Waarom is dat? Omdat deze rode pijl direct in werking gaat treden. En dat dit mooi kan naleveren, zou ik weer een ander kleurtje moeten gebruiken, maar dat dit mooi kan naleveren, dat gebeurt door het bodemleven. Het bodemleven, dat maakt al met al die humus, en die humus die zorgt ervoor dat die ook door de wortel opgenomen wordt. Maar daarin, in de humus, zit dus, ze komen toch nog niet binnen, maar aan de voorkant gaan dan dus mineralen deeltjes en organisch materiaal. Daar werkt die zich doorheen, die regenworm. En nou, hier krijg je die drie compartimenten, die staan prima beschreven in mijn boek. Maar hier is dat helemaal tot een eenheid geworden. Dit is nog even ophalen van wat jullie op school hadden moeten leren in ieder geval. Punkt. Toch? Ja. Nou, misschien mag ik nog heel één vraag stellen met die, als je de sheet even één terug doet. En dan komt dit straks met het bedrijf. Ja, graag. Graag. Namelijk, kijk, uiteindelijk was jouw verhaal met de compostbult erop gericht van hoe krijg je de maximale hoeveelheid nul, hè? Nul humus, want dat is de beste humus. Ja. De basis van de beste vorm van landbouwbedrijf. Maar in de natuur hebben we geen compost, hè? Dan is het, en daar heb je, denk ik, de meest effectieve vorming van nul humus. In de natuur. In de natuur, jazeker. Dus heb je ook niet dat broeien en gas uitwisselen, of tenminste niet zoals het in een compostbult gebeurt, dan gebeurt het gewoon oppervlaktematig. Verwacht ik. Hè? Dus bomen, bladeren vallen of grasachtig. Ja, maar het is verrassend hoeveel je ervan herkent als je goed kijkt en als je goed onderzoek doet. Maar niet die broei die in de composthoop opstaat. Nee. Maar goed, mijn stelling is eigenlijk, want jullie zullen zien dat ik gebruik heel veel compost. Ja. Maar we hebben gewoon donderdag de tijd en de ruimte niet om dat helemaal tot verademing te brengen. Ik hoor jouw oordeel straks graag over de mate van verademing. Morgen wordt het allemaal verstoord namelijk. Maar ik denk dat wij al in een iets eerder tijdstip het spul uitbrengen. En dan ligt het gewoon bovenop de aarde. Voor het grijpen, voor het orgaan, voor het bodemleven, moet ik zeggen. En ik ga er zelf van uit dat die andere processen in de bodem plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de bloemennesters of met blad in de natuur ook plaatsvinden. En dat wou je allemaal in 3 kwartier doen? Oké. <Okay. laughs> Ambitieus, hè? Ambitieus. Goed, jongens. Ik zou het leuk vinden als we de tussenpauze... We gaan dus nu eerst met jou mee, hè?